But we culture. Ralph the new rock and roll. I'm saying, I ain't coming here to just fucking die. I came here to live, man. Change the world, be great, man. You know what I'm saying? Oké. Okay. Je moet even de headphones opdoen. Then you know how to speak. Hey. Wij doen niet aan opnemen. Och, maat. Wat een mooie shit. Lijkt gewoon alsof ik een plaatje aan het opnemen ben, joh. Mikey, als je dit hebt opgenomen, dit allemaal. Ja, dit, alles dat wel. Dan neuk ik jullie helemaal kapot. Goedemiddag allemaal, lieve kijkers. We vinden het heel leuk dat jullie er weer zijn. Deze podcast is, ja, ik ben heel erg blij dat we dit kunnen doen. We hebben namelijk een heel speciale gast. Een persoon die ik eigenlijk sinds, ik denk dat ik ongeveer 14 ben, heb gekeken en helemaal stuk ben gegaan om hem. Letterlijk, hij heeft mijn jeugd verpest. Ik was een normaal kind en hij heeft gewoon dingen gedaan en laten zien eigenlijk binnen zijn creativiteit waarvan ik dacht, mijn god, hoeveel gekte kan ik mensen hebben. Maar we hebben Richt. Ja, ik vind het heel vet dat je er bent, man. Thanks, man. Thanks for having me. Yes. Ja. Dope. Nou. Ja. We mogen het eigenlijk nergens over hebben. Nee, dus nou, er wordt een uur lang coronatjes drinken en grapjes vertellen. Ja. Hè? Nou, begin jij met een grappie? Ja, wie kent er hem op? Ja, ik ken er wel één. Ja. Hoe noem je een, hoe roep je een hond? Nee. Hallo. Oh, ik weet er wel één. Deze heb ik namelijk zelf bedacht. Yes, sir. Die gaat zo. Hoe noem je een kampvrouw die je nodig hebt? Dat weet ik niet, jongen. Anita. Ja, die is wel. Oké, jongen, dan is mijn beurt. Oké. Okay. Oké, okay, heb jij rijbewijs? Net. Ja, oké. Okay, nou, hoe heet zo'n driehoekje met zo'n rode rand en zo'n hert erin? Wat betekent dat? Pas op. Pas wild op, dier. Gevaarlijk. Wild dier. Gewild. Dat je niet zo hecht moet reden. Oké. Hoe noem je een kreeft die in het nauw is gedreven? Dat weet ik niet. Een krab. Dope. C. Ja, man. Oké, dat was goed. Oké, ik heb gewonnen. Ja, natuurlijk. Altijd. Maar jullie waren ook goed, hoor. Thanks, man. Hey, proost. Salut. Lekker. Dus dit is de tweede podcast die jullie doen? Ja, de vijfde. De vijfde? Ja, dit is onze derde gast. Ja, dit is de vijfde, hè? We hebben vijfde. Ja, vierde gast. We hebben eentje alleen gedaan met de groep. En toen hadden we Karim. Toen Tricia, dat is een DJ. En toen Minx. Oké, okay, dope. Ah, ja. Dope. Ja, man. Dat is onze vierde gast alweer. Vet. Allemaal interessante mensen. Ja, is wel. Is toch dope eigenlijk dat we toch wel. Is toch weer Eindhoven, of niet? Ja, allemaal eindjes. Eindhoven. Woon. Zo. Los. Hey man, maar hoe ben jij begonnen met het opnemen van video's en het, zeg maar, het acteren eigenlijk? Dus heb je dat altijd al gedaan of hoe is dat allemaal begonnen? Dat is begonnen met Timon. Oké. Okay. Ja, weet je, ik maak al inmiddels best wel lang muziek dan. Ruim 20 jaar. En toen leerde ik Timon kennen en die was heel veel bezig met filmpjes en zo. En ik vond die filmpjes van hem echt vet. Ik zat te lachen. En toen
spraken elkaar. En toen zei ik van, hé hey man, als je ooit mij nodig hebt voor een rolletje, let me know. En toen zei hij, ja man, dat is wel cool. We can make it happen. En toen gingen we de oude bok hebben we toen gemaakt. Spam. Was dat de eerste? Ja, dat was de eerste filmpje. Dus nostalgia. Ja, dat was wel... Ja man, dat was echt dik. Ja. Ja, en het mooie van Oude Bok is, we hadden helemaal geen script of zo, we hadden gewoon een idee. Wat de fuck was het idee? De idee was eigenlijk dat we zo'n personage hadden, volgens mij Gino of zo, en dat we dan het bos in zouden gaan. En volgens mij dat die dan dat we dan enge verhalen zouden vertellen en dat volgens mij dan Gino zou vertellen een enge verhaal zou vertellen over een varken die mensen opat, weet je wel. En dat er dan een varken aan zou komen die dan mensen begon te vreten en dat we dan allemaal begonnen te flippen. Maar dat was dus uiteindelijk niet geworden. We belanden uiteindelijk in een bejaardentehuis. En geen idee wat we zouden gaan doen. En toen zag ik een rolstoel staan. En het was midden in de nacht. En ik was gaar en weet ik veel wat allemaal. Dus ik sprong in die rolstoel. Ik zei, jongens, ik weet niet wat jullie doen. Maar ik rolstoel jullie vanaf nu van overal achteraan. Dus ik in die rolstoel. Ja, hoe vaak krijg je nou de kans om in een rolstoel te springen en gewoon lekker te rolstoelen? Ja. Dus iedereen lachen. En toen zei ik tegen Timon van, hey man, we zitten in een bejaardentehuis, een verlaten bejaardentehuis. Het is hier fucking grimy as hell. Hmm. Weet je wel, we moeten hier echt filmen, man, want het is echt gewoon een kans die we niet aan ons voorbij moeten laten gaan. Ja. En hij zei van, ja, inderdaad. Toen hebben we alles eigenlijk daar gefreestyled. Ja. Eigenlijk werd alles on the spot geboren. Ferdy was also born there. Precies. Ferdy was born there, weet je wel. Gewoon omdat ik in die rolstoel zat. Ja. En Gino werd geboren. En het was gewoon domme grappen maken. Gewoon on the spot en gebruik maken van de omgeving. Ja. En dat hebben we gewoon een nachtje gedaan. En uiteindelijk heeft Timon gewoon alles in de edit samen laten komen. En, ja, dat kan die goed, ja. Ja, man. Leip. Toen ik dat terugzag, toen was ik echt zo van, wauw, weet je wat. We hadden niet eens echt een verhaal of zo. En, van niks had hij gewoon iets gemaakt. We hadden een soort van idee van wat het moest gaan worden, weet je wel. Een beetje horrorachtig, dom. En ja, uiteindelijk keek ik het terug en toen dacht ik, wow, dat heeft iemand toch fucking veel talent, weet je wel. Ja. Dat hij van al die beelden gewoon zoiets doops heeft kunnen maken. En dat was al het eerste filmpje waar ik aan deel had genomen. En dus daar is, ja, niet dat ik heel veel geacteerd heb of zo, maar dat is wel het eerste filmpje waar ik aan bij heb gedragen. En daarna kwam nog Mais Preciosa, ik weet niet of jullie die ooit gezien hadden. Nee. Het iets dichter bij de mic praten. Oh, sorry, man. Iets aanschuiven voor ons. Op. Daarna, werd Mais Preciosa hebben we toen gemaakt. En toen speelde ik en Frisco, waren twee Colombiaanse boeren speelden in een maisveld. En die weer domme dingen meemaakten. En dat begon dan heel grappig. En daarna sloeg het helemaal om in psycho shit. Als je die niet hebt gezien, die is nog steeds de moeite waard om eens een keer te checken. Maar ik weet niet of die hebt gezien, maar jullie hebben zoveel psycho shit van alles. Gaat alle kanten op. Ik heb veel gezien wel. Ja. Maar van die, ik weet niet zeker, man. Maar ik ga die wel checken nou. Ja, man. Die, hoe heet die nou? Mais Preciosa. Mais Preciosa. Mais Preciosa. Ah. Mais Preciosa. Van Preciosa. Sí, sí, sí. Sí. Tu sabe? Tu sabe? Mais Preciosa. En mais met een zet, hè? Dat weet je wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel één sikke history, hoor. Dat is voor onze jeugd is dat wel echt, weet je, Woensel Eindhoven. Dat was de shit ook gewoon. Ja, je keek er echt zwaar tegenop, zeg maar. Ja, oké. Okay, ja. Daar heb ik nooit echt een idee van gehad, man. Ik wist wel dat die shit viral ging toen. Ja, jullie zijn gewoon icons uiteindelijk, zeg maar. Ja, man. Maar ze wisten nooit helemaal wie het was. Nee. Maar dat maakt het ook legend. Ja. Ja. Ja, dat komt omdat Ferdy is niet echt herkenbaar of zo. Dat is wel grappig, weet je, want heel veel mensen die kennen dan altijd Ferdy en Gino. En Gino had dus wel een soort van gezicht bij, maar Ferdy niet. Nee, die haar altijd zo. Ja, dus als ik dan ergens kwam en mensen kwamen erachter van, hé, dat is Ferdy. Wat? Ben jij Ferdy? Weet je zo? Zo, op te lachen. Ja, dat is echt wel dik, hoor. Ja.
Ja, er kwam echt veel bij jullie ook eruit. Toen daarna kwam ook Killer Kamal, allemaal van Timon, al die dingen. Ja, moet je nagaan dat... En dat is nog steeds gewoon. Ja, maar Killer Kamal, die was al langer dan de oude bokken. Die was nog uit van Youssef en Kamal. Ja, van die mixtapes allemaal. Toen ik nog voetbal en heb ik wel veel geluisterd. Die Backneck, ik steek je dood. Backneck, jij dood. Backneck. Volgens mij was Kamal, die was volgens mij al bezig voordat de oude bok en zo geboren werd. Ja, ik weet niet. Voor mij is het een beetje gewoon hetzelfde, zeg maar. Dat zou wel goed kunnen. Burr. Ja, dat was allemaal nog... Dat was middelbare school voor ons allemaal. Ja, man. Ja. Ja, want jij deed ook zelf... veel serieus muziek maken. Want vroeger heb ik wel eentje van jou wel... mijn nicht had je aan mij laten horen toen. Dat was The Next Day. Ja. Dat is echt eentje die... Ja, man. Die vond ik gewoon hard. Ja. Ja, vet, man. Want zij zat ook bij Zieke Zuiden daar eventjes, zeg maar. Dat had ze ook allemaal over jullie verteld en zo. Dus ik keek echt wel veel tegenop al die dingen. Want het was heel dichtbij mij. Zeg maar Eindhoven. Ja. Maar toch ver weg. Mm. Ja. Ja, man, vroeger maakte ik heel veel hip-hop en een beetje die soulful hip-hop, weet je wel. Ja. Dat is wel echt mijn ding. Maar ja, je weet toch, ik woon ook op mezelf en het is allemaal geen no excuse, weet je. Je hebt gewoon mensen die... Ik was gewoon niet productief genoeg. Ja. Ik maakte geen gebruik van middelen. Ja, van het feit dat we toen... in de spotlight waren met de oude bok en zo, weet je wel. Ik denk dat als ik toen meer platen had gedropt en wat meer gebruik had gemaakt van die aandacht die er toen de tijd was, dat ik mijn eigen muziek ook beter had kunnen pushen. Ja, maar je wist het ook niet toen, want toen was YouTube ook net nieuw en zo allemaal. Je weet ja, niet, man. Nu is dat het platform, zeg maar. Maar... als je nagaat, we hebben nu met de oude bok hebben we volgens mij wat over de miljoen views. Maar dat staat helemaal niet in verhouding tot hoeveel mensen het kijken. Nee. Want als je gaat kijken, op het moment dat je nu 1 miljoen views zou pakken, dan zou nog steeds bijna niemand... Ja, dan zouden er misschien wel mensen zijn die je clip een keer hebben gezien. Maar niet iedereen weet waar ze het over hebben. Vroeger wist een hele generatie... Ja. Die wist van Gino en Ferdy en de oude bok. Ja. En dan had je zo weinig views. En hoe komt dat... is mijn gedachte erop dan. En ik weet zeker dat het zo is. Toen hadden we nog geen smartphones met YouTube en zo. Nee, dat iedereen gewoon in de trein of waar dan ook gewoon die shit kon streamen. Weet je? En dat tikt aan, weet je. Mm. Tegenwoordig kun je veel makkelijker 10 miljoen views of 20 miljoen views pakken dan vroeger. Dus volgens mij verklaart dat... Vroeger stond gewoon één tv aan, denk ik, of één computer... en er stonden gewoon 10 man te precies, kijken. Precies, dus dat wou ik nu zeggen. Nu is het één schermpje, één iemand. Ja, precies. Dus vroeger keken mensen gewoon op een pc... of ergens waar een pc was of een laptop. Ja. En dan keken ze dat dan. En dan stuurden ze dat door via MSN of zo. Ja. Ja, toch? Ja. Niks, geen smartphones. Nee. We konden helemaal niks op telefoons doen. Nee, was achter de computer. En daar gingen we echt voor zitten om te checken gewoon. Ja, man. Ja. Ja, dat is wel lachen. Ja, want hoe lang is dat nou geleden dan? Dat is dan 10 jaar of zo. Meer. 15 misschien wel. 2008 of zo. Ja. Dus 8, 12. Ja, een jaartje of 12 geleden. Oh. Volgens mij hoor, zal ik eens checken. Ja, want het kan wel zo. Het was middelbare school, dat is 13 jaar geleden of zo. Ja, man. Ze zat in de eerste, tweede. Ja, een beetje die... Die time, ja. Die noem je daar maar van de oude pa. 12 jaar geleden, man. Oh, dee. But we are still young. We are still young. And pretty. And fat. Hij doet half. Oh ja. Slaat. Hij doet altijd. Maar nu maak je minder muziek, of wat je zei, je maakt nog steeds wel muziek thuis. Ik maak wel muziek, ja. Ja. Heel veel. Geen Nederlandstalig meer. Echt fully Engels gewoon. Echt fully Engels. En ik produceerde alles zelf. En dat deed ik vroeger ook veel. Alleen vroeger sampled je veel, weet je wel. Dus ik was altijd bang dat als ik shit zou uitbrengen... dat ik dan met die clearing shit zou zitten. En sowieso was ik altijd nooit tevreden. Ook al zeiden mensen, het is goed, man. Ja, weet je wel? En dan zei ik van, nee, man, het moet beter. Ja. En dan bleef het liggen. En
Ja. En dan komt het nooit uit. En dan neem je 10 keer op. Want dan ben ik echt sukkel. Ja. Maar nu heb ik, ja, ben ik weer wat actiever. Ja. En, maar maak ik ook helemaal niet meer geen raps of zo. Meer een beetje van die... van die spacey zang shit. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of... Waar je helemaal op weg dwaalt, zeg maar. I guess. Ja, een beetje van die nostalgische shit, denk ik. Ik weet niet of jullie die nieuwe single van mij hadden gecheckt. Ik kan het gewoon checken. We kunnen het gewoon luisteren. Dan komt hij gewoon op ons nieuwe apparaat, snap je? Yes, sir. Eens even kijken. Staat op YouTube? Ja, man. Richt. Eens even... Ja, dat is mijn eerste single, maar er komt nog meer aan. Want die horen we dadelijk gewoon op onze headphones en die komt ook in de podcast. Dus we hebben een nieuw device. Dit is gewoon... Dope. Shit. Klappen. Shit. Kunnen wij gewoon geluidjes opnemen en alles. Ja, dit wordt gewoon goed gefixt. Dus dit is de eerste keer dat we hem ook gebruiken. Maar vet. We hebben net even getest. Nou, dit was een beat die ik had gemaakt. Toen ben ik gelijk op gaan schrijven. Ik heb zeg maar, een soort van ode aan mijn opa geschreven. Weet je wel, ja, ik vond het er wel mooi bij passen. En was het heel veel gevoel ook gewoon dus in... Ja, wel, je weet toch. Want mijn opa was als een vader voor mij. Mm-hmm. Ik denk allemaal zo heel cliché. Maar, en die is nou 5 jaar overleden. En je weet hoe snel tijd voorbij vliegt. Ja. En ik denk dat jullie dat ook wel zullen herkennen. Als je naar jezelf kijkt 5 jaar geleden... Alleen 5 jaar geleden al. De progress die je hebt gemaakt in die 5 jaar tijd. En hoe het leven is veranderd, weet je wel. Ik ben in 5 jaar tijd voor de 2e keer vader geworden. Ja. Weet je wel. Heb ook weer wat stappen gemaakt op professioneel gebied. Ik ga trouwen. Ik heb een huis gekocht, nice, weet je wel. En nog veel meer persoonlijke successen. Ja. En die hij niet heeft meegemaakt, weet je wel. En wij waren altijd... twee handen op één buik, zeg maar. Ja. En mijn gedachte was toen ik het nummer schreef van... Hey, weet je wel, tijd gaat zo snel. Voor mijn gevoel heb ik een lifetime met hem doorgemaakt. Maar als ik nou kijk, dan heb ik ook nog een lifetime te gaan zonder hem. Mm-hmm. Weet je, dat is gewoon bijna... raar om, te beseffen. Ja. Ja. Dus de gedachte van het nummer is eigenlijk een beetje van... Hey man, ik wou dat je me nu kon zien. Weet je wel? Omdat ik zeker dat je trots zou zijn. Weet je? Ja. Ja man, maar het zijn gewoon... Timon heeft er een lyric video bij gemaakt. Ja. Weet je, om het toch een beetje visueel te maken allemaal. Mm-hmm. En vaak beelden, foto's en zo... Die brengen net wat meer gevoel erbij. Weet je? Dan krijg je er gevoel bij. De track luisteren is ook cool natuurlijk. Maar volgens mij tegenwoordig... om alleen maar een track uit te brengen is ook zo saai. Dan luistert er ook niemand naar. Is dat wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus volgens mij... Dus ik ben hem wel dankbaar dat hij er een music video bij heeft gedaan. Ja, dat is nog duidelijker. En dan kan je nog met gevoel erin zetten. En beweegt allemaal rustig. Ja man, en ik ben hem sowieso dankbaar ervoor. Want... jullie weten natuurlijk van vroeger Gino Ferdi, Auwbok, et cetera. Maar tegenwoordig... Shock and Surprise. Ja, Shock and Surprise. Is het ook dan nog... Nou is het Richt. Nou is het Richt. Shock and Surprise is normal. Nee, is niet meer, want... Ja, dat is Engels. Is ook Engels, maar weet je wat het is? Vroeger maakte ik heel veel hip-hop. Ja, ja, ja. Ik ben ook ouder geworden... Dus ik had zoiets van, ik denk dat het tijd is om gewoon mijn echte naam te gebruiken. Mm-hmm. Is ook, vind ik persoonlijk wat volwassener dan Shock and Surprise. Shock and Surprise was ook cool. Ik ben hartstikke blij met de muziek die ik toen heb gemaakt. Maar het voelt toch een beetje als de jeugdige ik, die toch andere liedjes maakte dan dat ik nu maak. Ja, en Shock and Surprise, kan je dat eens uitleggen, die naam? Ja, zeker. Ik bedoel, want als jullie de beelden kijken, dan zie je het allemaal wel, weet je. Ik heb wat zenuwtrekjes en shit. En als mensen me niet kennen, dan denken ze van, dit is van een wazige kerel, weet je wel. What the fuck is het, maar die doet het aan de hand, gaat het? Ja. Weet je wel. Maar ik heb gewoon allemaal zenuwtrekjes. En
En dat heb ik al mijn hele leven lang natuurlijk. Vroeger, ja, je weet toch, als je kind bent, dan... kinderen zijn gewoon allemaal motherfuckers. Ja, die zijn gewoon kapot eerlijk motherfuckers, ja, zeg maar. Niet kapot eerlijk, zijn gewoon motherfuckers. Ja, je weet toch? Ja. Uiteindelijk word je volwassen en dan word je een soort van aardiger. Maar vroeger, toen je kinderen maken elkaar gewoon kapot en die genieten daar gewoon van. Ja. En ik werd natuurlijk vroeger gewoon gepest om die shit, weet je, ja, om die tikjes en shit. En maar ik ben altijd iemand geweest, ik wil slagen in het leven. Ik wil me nergens voor hoeven te schamen. Ik wil me nergens door tegenhouden en zo. En toen ik uiteindelijk ouder werd, ja, in mijn tienerjaren... Heb je dat als jouw... nou, eerst begonnen met hiphop. Hmm. Weet je al, ik hoorde rapplaatjes en dan... En dan hoorde ik bepaalde dingen, kon ik me mee identificeren en zo. En dat sprak me aan. Toen dacht ik, wow, vet man. Weet je, bijvoorbeeld Tupac, dat vond ik, ja, echt super, ja, vet. Ja. Eerst had ik geen idee waar ze het allemaal over hadden. Weet je hoor. Ik hoorde alleen maar mensen alleen maar praten op een beat. En dat vond ik eerst kut. Totdat ik hoorde dat ze verhalen aan het vertellen waren. Ja. En toen hoorde ik na, weet je, toen ging ik steeds meer hiphop luisteren. En toen hoorde ik naast, whose world is this? Mm-hmm. It's yours. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, whose world? Weet je hoor, toen dacht ik, ja man, this world is fucking mine. En dat is toch zo? Ja. Ik leef vanuit mijn perceptie, vanuit mijn wereld. Ja. En iedereen in het maakt deel uit van mijn wereld. Ja. Weet je wel, vanuit mij gezien, weet je wel. En ik dacht, dan bepaal ik ook hoe mensen naar mij kijken. Ja. Ik laat andere mensen niet bepalen van mij wie ik ben of zo, weet je wel. En op het moment dat jij het schamen voor dingen, op bijvoorbeeld terugkomen op die tikjes en die shocks die ik heb, op het moment dat ik me daarvoor ga schamen, ja, dan voel jij toch ook dat ik me schaam? Ja. Jij voelt mijn schaamte, dat is toch awkward? Ja. Weet je wel, dus hoe kun je daarmee omgaan door je er niet voor te schamen? Embrace it, man. Ja. Maak er een joke van, snap je? Maak er iets positiefs van. Want iedereen wil hangen met een positive-minded people, weet je wel. Niet losers of zielepieten, weet je wel. Word je wel heel sterk van ook, als je zo'n mindset... Ik weet het niet, man, maar ik vind dat als je ergens wil komen in het leven... Moet je jezelf accepteren. Ja, je moet gewoon, je weet dat, dan moet je ook gewoon sterk zijn. Because it's a hard knock life, man. Nobody gives a fuck about you, snap je wat ik bedoel? En ik heb gelukkig familie who does give a fuck about me. Maar sommige mensen hebben niet eens familie die om ze geven, weet je. Mm. En mijn eigen familie bestaat uit parasieten, weet je wel. Ik had zoiets van, ik maak er een grap van. Ook met die fairy shit, weet je wel. Ik zei van, die rol die is voor mij geschreven. Want ik ga gewoon allemaal gekke tics doen en allemaal gekke geluiden maken. En ik zorg ervoor dat de heel Nederland die shit nadoet. Ja. Weet je wel? Waar ze je eigenlijk voor zouden uitlachen. Ik ga ervoor zorgen dat ze erna gaan doen en erom kunnen lachen en het vet vinden. En wat gebeurde er? Sick. Mensen nemen filmpjes op, weet je, in een rolstoel om te kunnen lachen, weet je. Ja. De shock and surprise eigenlijk gewoon wordplay. Wordplay, weet je wel. I shock and surprise, weet je wel. Gewoon. Maar was het ook zo... dat als je ging opnemen, dus als je jouw passie ging doen, dat je het minder last van had? Want dat is zoiets had ik gehoord. Dat als je ging rappen, was je first ging dat het minder kwam. Ja, maar dan... het is niet de reden voor mij om te rappen, weet je wel. Kijk, op het moment dat je aan het rappen bent of aan het zingen bent, dan... Dat dan flow, ja, dan dan moet je wel, weet je wel. Het is niet zo dat ik het niet kan dimmen of zo, weet je wel. Uh-huh. Maar je moet je voorstellen, als je tikjes hebt, dan is het hetzelfde als dat je een muggenbult hebt en de hele tijd die muggenbult voelt jeuken. Mm-hmm. En je wil krabben, toch? Ja. Weet je wel, misschien kun je even volhouden om niet te krabben. Ja. Maar als je de hele tijd voelt, dan komt het moment dat je toch krabt. Ja, ja, ja. Weet je, dat is die shit. En als je aan het rappen bent, ja, dan ben je even met je hoofd bezig met de lyrics en zo. En met je performance neer te zetten. Maar op het moment dat je even ruimte hebt om niet gefocust bezig te zijn, ja, dan ga je gewoon weer je... Ja, dan komt hij gewoon weer een beetje los. Ja, ja, precies. Ja, nee, dan snap ik het wel, ja. Ja. Ja, man. Ja, ik vond het altijd wel mooi. Want ik wist het eerst ook niet. Ja. Ik had jouw tracks gehoord en zo, dit, dat. En toen vertelde ze dat later.
Toen zag ik zo, wow. Ja, dat is gewoon heel mooi om te horen, zoiets, zeg maar. Ja. Wat muziek ook doet bij mensen. Ja, en kijk, ik ben muziek gemaakt omdat ik gewoon... ik sta helemaal los van die tikjes, weet je. Dat is gewoon wat ik heb, wie ik ben. Weet je, iedereen heeft zijn eigen shit. Mm-hmm. Weet je wel, dat is gewoon mijn burden of blessing. Het is mooi hoe je daarnaar kijkt. En ik ben muziek gaan maken omdat ik gewoon een ontzettend grote muziekliefhebber ben. Ik had ook zoiets van, uiteindelijk, je luistert om muziek. En toen ik Tupac hoorde rap of zo, toen dacht ik, hé, dat kan ik ook. Ja, ik dacht, dat kan ik ook, man. Op school moest je wel eens gedichtjes maken voor Nederlandse les, toch? En iedereen altijd mooie gedichten maken. Ja, en ik kwam altijd met grappige, domme shit. Weet je wel, dan las ik dat dan voor en dan lag ik gewoon dubbel mijn eigen gedichten. En dan zei die juffrouw, ja, hoe mooi, heel goed. En toen hoorde ik die hip-hop shit. En toen dacht ik, oh, wow, man, dit is gewoon poetry. Dit is gewoon... Want ik dacht altijd, oh, misschien moet ik een gedichtenbundeltje maken of zo, weet je. Mm-hmm. En toen hoorde ik die rap shit en dacht ik, wow, dit is gewoon dichten op music. En ik ben echt een groot muziekliefhebber. Ik dacht, dit moet ik gaan doen. En mijn eerste rapliedjes klonk helemaal nergens naar. Maar door de jaren heen kwam er wel een soort van progressie in. Dus dat is wel lachen. Ja. Ja, ziek. En ik weet niet of jullie dat ook kennen, maar dan heb je altijd periodes. Dan kom je alleen maar dope muziek tegen. En opeens stopt het. Dan denk je, oké, man, wanneer dropt iemand weer iets vets of zo? Ja, is gek, hè? Dat er eigenlijk zo'n wave komt en dan weer... Ja, wanneer komt er weer een vet album of zo van iemand? Want muziek is toch wel een soort van drug, weet je wel. Ik wilde echt gewoon een album op kunnen zetten en dan gewoon echt kunnen genieten en kunnen wegspacen op al die tracks. En dan kwam er wel eens een moment dat er gewoon maandenlang gewoon geen vet shit uitkwam. En het leuke ervan is op het moment dat je zelf muziek maakt, dan ben je, ja, ik was altijd mijn eigen grootste fan. Ja, ja, dus ja. Alles wat ik maakte... Of bijna alles wat ik maakte, kon ik net zoveel van genieten als dat ik weer ergens een vet album ontdekte. Ja, ja. Alleen deze keer had ik het zelf in de hand. Dus op het moment dat ik gewoon weer dope muziek wilde horen en het was er niet, ja, dan kon ik toch gewoon genieten van mijn eigen shit. Ja, ik heb het ook, man. Dan luister ik ook mijn eigen tunes, ja. Dat was gewoon zo erg. Dan maakte ik wel eens liedjes met mensen en die konden best wel leuk rap of zo. Maar dan vond ik ze, dan had ik een collabo gedaan. Ja. En wat ik dan deed, is dan knipte ik alleen mijn eigen verse eruit. Weet je? Such a hater. Dan knipte ik alleen mijn eigen, en dan zette ik alleen maar mijn eigen verse op repeat. Weet je wel? No. Yeah, man. Yeah, man, fuck that shit, man. Just being honest. Ja, ja toch? Ja, ik ken het wel, ja. Ik heb niet letterlijk eruit geknipt, maar ik heb wel dan skipte ik die track uiteindelijk weer, zeg maar. Dan ging ik gewoon verder naar de volgende track. Ja, jij was gewoon de eerste verse. Ja, de tweede verse. Ja. Nee, bij mij ging gewoon zo... Soms heb je niet de eerste verse, toch? Nee. En wat moet je dan blijven hangen tot de eerste verse geweest is... om je eigen verse te horen? Fuck that shit, ik knipte mezelf... Ik knipte mijn verse in de hoek eruit. En alles wat ik evenveel vet vond. En dan hoppakee, go. Ja. En het leuke ervan is, nou maak ik wel muziek met artiesten... Die ik ook gewoon, waar ik net zoveel van geniet, van hun verses en hooks. Weet je, als dat ik van mijn eigen hoek of... Je kan jezelf ook daarin vinden, zeg maar. Ja, man. En soms maken we maken wel eens een liedje. En dan vind ik... Ik maak bijvoorbeeld veel muziek met Timon. Mm-hmm. En sowieso, als jullie nog niet hebben gecheckt... check die single van mij van Timon, Take My Time. Hebben jullie die gezien? Ik ken er niet, man. Nee, is een rustig nummer. Heeft Timon zelfs een videoclip. Is ook van laatst dan? Ja, man. Vorig jaar oktober. Ook gewoon onder Richt? Ja, Timon en Richt. Take My Time. Heel rustig nummer. En die wordt elke dag wordt hier op Excite nog komt die voorbij. Oh, ik zie hem hier, ja. Dus dat is wel vet. Maar ik maak dan heel veel liedjes met Timon ook. En soms dropt hij wel eens een verse. En dan denk ik bij mezelf, ja... Die is dan beter dan mijn eigen verse. Dus dat is leuk, weet je. Als je muziek kan maken met mensen waar je naar opkijkt, soms. Qua muziek. Ja, of in ieder geval... Die heel creatief, ook heel breed zijn. En heel... Waar je in ieder geval inspiratie uit haalt.
Ja, waar je in ieder geval trots bent of blij bent met het werk die jullie samen levert, weet je wel. Ja, ja. Ja, Timon is echt een legend. Ja, Timon is verdoop, man. Ja. Is echt, maar jij doet zelf dan dus ook de beats? Ja, ik maak nu beats. En waar doe je dat op? Ik werk met Fruity. Fruity Loops. Oh, ja. Ja. Ja, maar Timon werkt ook daarin dan. Hij werkt ook met Fruity. Hij werkt echt met oude dingen, heb ik altijd gehoord. Toch gewoon een oude computer, heel lang. Nu is hij wel met de tijd, denk ik, mee. Maar. Jawel, maar een paar jaar geleden deed hij nog alles in matplak, volgens mij. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Nee, dat is heel oud. Dat heb ik nooit gebruikt. Dat heb ik echt nooit gebruikt. Man, als je dat ziet, dan zijn gewoon een paar van die sporen die zo op en neer gaan. Weet je wel, gewoon continu blijven draaien. En dan moet je af en toe zo... En noot, ik weet niet, veel te moeilijk om uit te leggen. Maar het is echt oldschool. Ja. Matplug en fast track en zo. Dat zijn allemaal van die vergelijkbare dingen. En tegenwoordig dan met Fruity Loops. Maar ik werk met Fruity, ja. En dan doe je echt alleen maar het aanklikken? Of heb je ook instrumenten aangesloten? Of hoe ja, ik heb gewoon een MIDI keyboard. Ja, nice man. Aangesloten. En natuurlijk mijn plugins, weet je wel. Ja, waar alle geluiden in zitten. En ik... heb tons of sounds, weet je wel, drums, percussions, whatever. Ja, ja, al die kits heb je allemaal zelf door de jaren heen verzameld. Ja, man. En tegenwoordig, weet je wel, je kan ook online kun je... weet je wel, tegenwoordig... wat doet iedereen in de markt van die 808 beats tegenwoordig? Mm-hmm. Weet je, als je 808 drum kicks nodig hebt of wat dan ook... Dan heb je genoeg sites die gewoon... waar je voor een paar cent per sample gewoon een sampletje... En drumkick kan halen, weet je wel. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Vroeger inderdaad, weet je wel, dan knipten mensen kicks en snares uit de platen. Of moest je, weet ik veel, waar vandaan. En dan was die shit heilig, weet je. Iedereen had zijn eigen sample library. Ja. Tegenwoordig is het hele internet één grote sample library. Ja. En kun je ergens een abonnementje op afnemen en dan heb je gewoon toegang tot een sample library, weet je wel. Dus... En die samples die zijn gewoon gecleared, hè? Gewoon het is niet zo dat je... Ik gebruik geen loops of zo, hè? Dat vind ik geen muziek maken als je... Nee. Als je loops gaat gebruiken of bestaande chords of whatever, weet je wel. Maar... Er gebeurt wel veel nu. Met Splice. Ken je Splice? Ja, man. Ik gebruik ook Splice, maar bij Splice gebruik ik alleen niet one-shots. Ja, want je kan daar ook heel veel loops pakken. Ja, man. Maar weet je, ik bedoel dan bij... Ja, misschien ben ik dan een hater, maar ik vind als jij loops gaat gebruiken, dan ben je toch geen muziek aan het maken. Nee, dan ben je niet heel creatief. Maar dat wou ik ook zeggen, dat is juist lelijk, want soms kom ik nummers tegen en denk ik, hey, ik ken deze beat. Oh nee, het is gewoon alleen dezelfde loop. Ja, en dan downloaden ze gewoon een koordje. Ja. Weet je, ja. Maar het leuke ervan muziek maken is dat je de koord zelf bedenkt en zelf inspeelt. Ik bedoel, ik kan ook wel door een library vol met chords heen gaan en dan dope chords zoeken en een paar achter elkaar plakken. En weet je wel, dat is wel heel makkelijk. Ja, misschien kom je er tegenwoordig mee weg, maar voor mij... Ja, er is van alles, denk ik gewoon, man. Ik denk, maar er onderscheidt nog wel heel veel tussen die er echt zelf maken en die de loops pakken, zeg maar. Ja, voor mij, ik kan het niet aan mezelf verkopen op het moment dat ik bestaande... op het moment dat ik chords ga gebruiken die ik niet heb gemaakt, weet je, dan vind ik gewoon cheaten. Nee, ja, ik snap het. Ik ben zelf geen beatmaker, maar ik heb wel heel veel mensen om me heen die het allemaal doen. Maar de meeste maken het zelf, zeg maar. Waar ik mee een studio mee heb, mijn neef, hoe de Plug heet die doet wel echt alles zelf inspelen. Maar ook met piano en gitaar kan hij spelen en dit. Dat is een heel verschil met iemand die met loops komt. Ik kan het wel voelen, een loop. Ik zeg heel eerlijk, ik kan er wel iets op gooien, maar ik snap... De liefde voor de beat is dan heel anders. En ja, misschien is het hypocriet wat ik zeg, hè? Ja, maar iedereen smaak is ook gewoon anders. Want in de hip-hop hebben we ook heel veel gesampled, weet je, oude soulplaten en zo. Ja, maar voor mijn gevoel is dat anders, weet je wel. Misschien kom ik uit een tijd waar je gewoon oude platen wel kon samplen en shit. Maar nu gewoon koortjes inspelen en dan gebruiken. Ik weet niet, man. Dat voelt voor mij echt... alsof je dan zelf iets kan maken. Zo. Op een gegeven moment, nu is heel veel al ook gedaan. Dat is ook ding. Want misschien wat je zelf inspeelt, is ook al lang een loop misschien wel. Ja, kan. Maar ik denk dat het om het gevoel gaat wat je zelf inbrengt als beatmaker. Het echte van, ik heb het helemaal zelf. Ja, want een heleboel melodietjes die je speelt, die zijn vast wel een keer gedaan, weet je wel. Maar
Net een andere toon, net een andere... Ja, maar ik bedoel bijvoorbeeld die... dat nummer van Maroon 5, die Memories bijvoorbeeld. Ja, dat is, ik heb, ja dat is, die was van vorig jaar of zo, toch? Ja. Ja, dat is gewoon een hele oude... Hoe vaak is die... Hoe vaak is dat al gedaan? Ja. Nee, het is zelfs een klassiek nummer. Het is gewoon een klassiek nummer die ze hebben geremaked. Ja, dat is ook... Ja, dat klopt. Pachobel. Ja, ik wou net zeggen, dat is de... Ja. Coolio had die vroeger met... I see you when you get there. Oh, nee, die ken ik niet. Ik ken Coolio wel, maar ik ken alleen Gangsta Paradise. Ja? Ja? Ik was zo klein, bro. Ik ken alleen hem van Space Jam, dat hij een pokoe daar had of zo. Bro, als je die, als je die opzoekt van Coolio... I see you when you get there. Hij heeft nog steeds dezelfde kapsel, hè? Ja, man. Sommige mensen veranderen niet. Ja, toch? Ja, maar ik kan die al checken. Coolio, ja, man. Coolio heb ik nooit zo superveel gecheckt. Mm. Ja, ik had één album vroeger van Coolio. Zonder een paar liedjes op die ik leuk vond. Voor de rest heb ik nooit meer iets, iets vets van hem gehoord of zo. En misschien is het ook weer een matter of taste of zo. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja, het begon allemaal met die West Coast shit voor mij. en dan kregen Biggie een pak, kregen beef, hè. En dan in het begin dan ben je klein en beïnvloedbaar. En dus al had ik ook even een periode dat ik niks van Biggie moest hebben. Ja, ja, dan ben je natuurlijk team Tupac. Ja, ik was team Tupac. Ja. Maar nooit echt uitgesproken of zo, maar ik moest niks. Ik had niks met Biggie, dus ik luisterde gewoon Tupac en ik had gewoon meer met Tupac. En toen dacht ik, toen kende ik alles van Tupac wel. En toen zag ik wel eens dingen van Biggie voorbij komen. Toen dacht ik van, ja, maar wacht even, weet je wel. Ik heb die gast nog nooit de kans gegeven. Weet je wel, ik neem maar aan. Weet je, ik ga gewoon mee in die Tupac-emotie. Ja. Maar what up with Biggie? Dus toen ben ik naar Biggie gaan luisteren. En dacht ik, wow, dat is ook wel heel vet. Ja, man. Ja, ik vind Biggie ook wel echt hard. Maar ik ben ook meer Tupac-fan. Maar komt dat meer die vibe, die flow. Een beetje meer totale plaatje. En Biggie is gewoon lyricist, gewoon heel sterk. Ik vond Biggie altijd wel. Ja. Nu luister ik meer Biggie dan dat ik Tupac luister. Ik luister vandaag de dag. Als ik muziek van die tijd draai, dan ben ik nog steeds eerder geneigd om nu Biggie op te zetten dan Tupac. Maar als ik dan weer bepaalde... Maar ja, je hebt bepaalde herinneringen natuurlijk. Ja, als ik naar een bepaalde vibe zit of zo, dan... Dat is echt met muziek, hè? Dat is echt wel, ja. Muziek kan je op een heel ander level tillen, zeg maar, met wat een nummer voor jou doet, zeg maar. Ja. Dat is echt mooi. Ja. Ja. Zeker. Zeker, zit hij. Shit. Hebben jullie zelf ingesproken? Ja. Heeft hij dat allemaal zelf in? Jullie moeten mij eens wel... Excuse me. Wil je iets inspreken? Wacht, kijk. Inspreken. Kan ik daar nou in, denk je? Nee, ja. Jawel, ja, kan erin. Okay, we gotta clear the bank. We hebben één sound van Dennis. Charlie, don't leave me. Ja, we gaan iets fixen. Dan zeg je 3, 2, 1. En dan mag je iets inspreken, ja? Is goed, maat. Oké. 3, 2, 1. Oké, nog iets. Je moet meteen na mijn 1, zeg maar. 3, 2, 1. Zo. Maar die mag je alleen bij andere gasten gebruiken. Ja. Je mag niet met die verder shit op mij komen. Charlie, don't leave me. Ja, man, hier kunnen we heel veel. Er zitten ook nog heel veel standaard dingen. We zijn eerst nou mezelf aan het opleggen. Yes, sir. Van die standaard dingetjes. Ja, dat is dope, man. Dope apparaatje. Leuk, man. Mooi, man. Dan ga je gewoon weten hoe je daarmee om moet gaan, jongen. Dat is echt snel. Ja, is net nieuw, maar ja, ik ben gewoon een snelle leerling, snap je? Ja, echt, jongen. Supergoed. Of niet? Hè? Charlie. Don't leave me. We hebben nu ongeveer 3 kwartiertjes. Lekker, man. Eens even kijken, hoor. Oh, we hebben nog 3 kwartier, jongen. Ja, we kunnen deze corona nog rustig opdrinken. Potverdekken, maar voordat ik weet gestapt, daar zat mijn auto in, jongen. Dat is de eerste pas, hoor. Snapte. Oh nee, daar staan al 2 bij hem. Maat, ik ben al bij mijn derde, jongen. Helemaal niet. Dus jullie gaan me daar naar huis brengen.
kijken. We mochten het niet over al die andere dingen hebben. Nee. Maar... Ik ben benieuwd. Oh, jongen. Wat toekomst voor jou? Toekomst? Wat wacht? Ach, maat, als ik het wist, jongen. Als jij het weet, dan mag jij het zeggen. Trouwen, ja, wat zijn dingen die je zegt van... Kinderen, dit wil ik echt, dit vind ik. Er zijn dingen die ik graag wil doen of nog wil doen. Dus je hebt al gekke dingen gedaan. Ja, sowieso wil ik mijn liedjes die ik nu heb liggen... eventjes een puntje op de i zetten en dan afmaken en dan uitbrengen. En dat wil ik doen. En het lijkt me vet om in de toekomst nog in een paar weer gewoon een paar filmpjes te doen met Timon, weet je wel. Wat rolletjes ja, te doen. Zeker. Zo. Ik zeg altijd tegen Timon van ik ben altijd goed genoeg om gewoon geen tekst en een Mogol uit te hangen, maar laat mij ook eens een keer praten. Weet je wel? Laat mij ook eens een keer laten zien dat ik ook gewoon kan praten op de camera. In plaats van dat ik alleen maar een Mogol kan uithangen. En dus ik ben benieuwd of dat een rolletje vrijkomt. Of dat ook eens een keer gaat gebeuren in de toekomst. Maar dat lijkt me wel vet. En daar heb ik ook een beetje geremd de afgelopen jaren, weet je wel. Want ik was heel erg bezig met van... oh, weet je wel, de muziek daar, dat is niet mijn hoofdinkomen. Dus... altijd rekening mee gehouden van wat zou de buitenwereld, of in ieder geval wat zouden de potentiële werkgevers over me kunnen zeggen. Maar dan probeer ik een beetje schijt aan te hebben steeds meer, want dat remt je creativiteit alleen maar. Dus ik probeer gewoon weer meer muziek te maken, wat filmpjes te doen en dat soort shit. Zo minder te laten remmen door wat mensen wel niet zouden kunnen vinden en zo, weet je wel? Gewoon zoals je vroeger eigenlijk... Het zou misschien zelfs een mooie onderscheidende factor kunnen zijn. Wat? Wat je doet. Ja, man, ja. Ik denk dat het misschien juist iets versterkend zou kunnen zijn ten opzichte van iets wat minder. Ja. Weet je wat is? Hier in Nederland heb je gewoon heel veel verschillende soorten mensen. allemaal aan de soort. Kijk, je hebt gewoon mensen, je hebt creatievelingen... Mensen die van muziek houden. En je hebt ook gewoon hele serieuze mensen. En mensen die alleen maar bezig zijn met hun werk. Mm-hmm. En over het algemeen zijn de mensen hier in Nederland gewoon best wel simple-minded, weet je. Hebben heel veel oogkleppen op. Mm-hmm. Kijken gewoon naar mensen hun uiterlijk. En vormen dan een mening en een waardeoordeel. Snap je wat ik bedoel? Mm. Ook met hip-hop is altijd... oh, jij maakt hip-hop. Oh, je bent een rapper, weet je. Dan word je al bijna niet serieus genomen door... heel veel mensen. Ja, dat was heel lang wel echt zo. Het is nog steeds wel een beetje, maar het is nu mainstream geworden. Dus dat is meer een groter begrip. Ja, maar ik snap wel, wat je bedoelt. Het wordt wel nog steeds... Op het moment dat je hiphop maakt of rapt of wat dan ook, weet je... Dan word je geassocieerd met urban, weet je... Dan word je geassocieerd, heel plat gezegd, met dom. Ja. Weet je, met kinderen shit of zo. En op het moment dat je volksmuziek bent... Dan vindt de normale... Ze zullen ook heel snel zeggen rappertje. Ja, bijvoorbeeld. Ja, whatever. Maar op het moment dat je gewoon een volkszanger bent of zo... Dat is vanuit in mijn beleving, hè? Ja. Dan is dat leuk. Weet je wel? Dan is het zo... Oké. Ja. Wat goed. Ja. Was correct. Wat een leuke hobby. Ja. Ja. Magnifiek. En dan gaat niemand twijfelen aan je kwaliteit of aan je skills, weet je wel. In het bedrijfsleven. Maar op het moment dat je een rapper bent... Dan lijkt het net alsof je niet serieus genomen wordt om op bepaalde niveaus te kunnen functioneren of zo. Tenzij je in de muziekindustrie... Ja, in de hitcharts, radio komt. Aan de slag gaat of zo. Dan kijken ze er misschien weer naar de ervaring die je hebt of de baggage of zo. I don't know, man. Maar de muziek die je nou maakt, dus nou ben je meer een zanger? Eigenlijk een goede vraag, ja. Ik denk niet dat ik... Ik denk niet dat ik ooit echt een rapper ben geweest. Want ik heb altijd al gezongen, weet je wel. Ik denk ook niet dat ik een zanger ben. Want ik heb helemaal niet zo'n mooie zangstem. Just, ja, rapmelodie. Melodieus. Weet je, Usher of zo, die kan zingen. Hmm. Ik kan niet zingen eigenlijk. Ja. Ik kan noten halen of een bepaald gevoel overbrengen. Weet je wel. Dus misschien doe ik daar mezelf daar vaak mee tekort, dus zo te denken en zo te praten. Dat een zanger alleen hoge noten doet. Nou, ik vind mezelf niet echt een zanger. En, want ja,
Asher, die kan zingen en wat hij kan, weet je, die kan gewoon zuiver noten raken en shit. En weet ik veel wat hij allemaal met zijn stem kan. Je bent gewoon een vocalist, gewoon een entertainer. Ja man, weet je, ik maak gewoon muziek. Je wil geen stempel. Ik kan mezelf niet labelen, dat is het. Als er een stempeltje op de plak was, dan zou het misschien wel handig zijn. Maar vroeger wilden mensen vaak met me samenwerken voor mijn hoek, hooks. Niet voor mijn raps. Mijn raps vonden ze ook cool. Maar ze wilden juist die hooks van mij, omdat de catchy waren en zo, weet je wel. Maar ik ben gewoon iemand die muziek maakt. En ik denk dat muziek maken moet gewoon... bij mij, de muziek die ik maak, draait gewoon om de vibe en de feel, weet je wel. Bijvoorbeeld mijn broeder Roy, mijn Frisco, die is textueel supersterk. En die kan daarmee echt zijn gevoel overbrengen. En ik denk dat ik mijn gevoel veel beter over kan brengen door gewoon bepaalde beats, melodieuze beats te maken of zo. En zo, dus... Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja, toch? Ja. Ja, dus ben ik een rapper? I don't think so. Ben ik echt een zanger? No, weet je wel. Je bent Richt, de legend. Ik ben gewoon Richt. gewoon Richt, de muziekmaker. De Fruity Loop beatmaker. Die graag beats maakt in Fruity Loops. Ja. En jij? Waar ik ben. Waar jij met muziek? Hij heeft een pokoe met mij, hè? Ja. Staat online alles. Oh, jullie maken ook muziek? Ja. Echt? Hij staat één zin erop. Oh ja, die zeker die net heeft ingesproken. Nee. challenge. Nee, maar hij is wel echt multitalent. Hij kan het ook, maar dat is niet zijn focus. Sommige mensen kunnen het ook gewoon en die voelen het niet helemaal of zo, zeg maar. Die Charlie, ja. Charlie. Don't leave me. Het is leuk. Ik vind het zo leuk, dus ik ben er af en toe, maar het is niet alsof ik mezelf als artiest zie of zo. Nee. Later, zeg maar. Ik heb er gewoon totaal niet tijd in. Zo. Ja. Dus alleen als hun, als hij is wel mijn droom. Ja, als hij op zijn studio zit en ik zit daar, dan vind ik het wel leuk soms om gewoon mee te doen. Weet je? Ja. Dan vind ik dik voor de vibe, gewoon een beetje mee. En ook als ze gaan freestylen, vind ik ook dik. Maar ja, dan gaat het gewoon zo, en ik zit dan zo, boom. Ja. Stom. Boom. Ja, maar ik voel je wel. Boom. Ja, hij heeft hem, hij heeft hem. Ik ben ook niet dedicated fulltime met music bezig, weet je wel. Dus ik weet ook niet of ik, weet je, of ik me echt muzikant kan noemen. Want een muzikant is toch iemand die daar gewoon zijn leven aan wijdt en zijn brood mee verdient, weet je wel. Maar ik doe wel leuke dingetjes en zo, weet je wel. Dus dat is, ondanks dat Zou je nog op willen treden? Wel man, zeker wel. Ik zeg altijd, als ik ooit nog gewoon een goede boterham kan verdienen met muziek, ja, waarom zou ik daar nee tegen zeggen? Ja. Weet je wel? Maar ik wil wel gewoon tussen twee haakjes succesvol zijn in mijn leven. En als ik niet succesvol kan zijn, ja. of succesvol. Succesvol is voor iedereen persoonlijk, denk ik. Ja. Ik wil succesvol zijn in de zin van, ik wil iets moois kunnen opbouwen voor mezelf en mijn gezin. En uiteindelijk gewoon iets moois hebben opgebouwd, zodat ik gewoon bepaalde zekerheid heb, weet je wel. Ja. Zodat ik gewoon genoeg oewang heb om die rekeningen te kan betalen. En dat heb ik bereikt, weet je wel. We hebben nu iets leuks opgebouwd. En als ik dadelijk een oude lul ben, dan wil ik gewoon dan wil ik meer hebben dan een AOW, weet je wel. Dus daar ben ik nou naartoe aan het werken. Ja. Kijk, en op het moment dat ik dat kan bereiken met muziek, dan ben ik helemaal happy. Want dat doe ik het liefst, muziek maken. Maar als het niet in muziek zit, ik heb ook andere skills, snap je? Ja. En daar kan ik ook een goede boterham mee verdienen op dit moment. Dus... het is allemaal... Ja, gewoon realistisch kijken, zeg maar. Ja, man. Ja, you gotta do whatever the fuck you gotta do. Dus waar. I mean. Ja, yeah, I know what you mean. Ik ken gasten. Ik zag gasten die dan helemaal dedicated waren met muziek. En die woonden alleen maar anti-kraak. En die zaten alleen maar jonken te smoken. En die kwamen nooit... Weet je, dan dropten ze een plaatje en hadden ze weer even aandacht. Maar wat bouwden ze nou op?
Vijf jaar later wonen ze nog steeds anti-kraak. Weet je, ik bedoel, als mensen daar gelukkig van worden, dan is dat helemaal top. Maar dat is niet hoe ik mezelf graag zie. Ik zie mezelf gewoon steady in mijn waggy met genoeg geld op de bank. Ik ben niet materialistisch, want ik koop bijna niks voor mezelf. Ik denk als de PlayStation... Nee, maar je moet een goede basis hebben gewoon. Ja, man. Ja, ik snap het. Ja, toch? Ik denk dat als PlayStation 5 uitkomt, dat ik hem ga kopen. Ja, meteen, ja? Ja, ik denk... Welk spel? Eigenlijk ben ik door Roy weer PlayStation, door Fisco weer PlayStation gaan spelen. Dat is wel echt super lief van hem. Want ik ben 4 oktober jarig en toen zei hij, bro, als ik een PlayStation voor jou koop, hè, ga je dan maar mee gamen? Ik zo, ja, wat denk jij? Tuurlijk, man. Weet je, maar ik had nog steeds geen PlayStation 4 gekocht, omdat jaren geleden toen de PlayStation 4 uitkwam, toen dacht ik, nou, ik ga hem niet gelijk kopen. Ik wacht gewoon dat hij goedkoper wordt. Ja. En hij werd nooit goedkoper. En is dat niet zo dat hij... Ja, dat dacht ik dus. Maar hij werd niet goedkoper. En uiteindelijk kwam de PlayStation 4 Pro uit. Ja, toen werd die wat oudere PlayStation. Die wat gadere PlayStation eigenlijk. Ik heb die nog steeds. Ja, maar die werd dus iets goedkoper. Dat is een vliegtuig, man. Die stijgt op altijd bij mij. Ja, die maakt heel veel lawaai, hè. En toen kwam die PlayStation Pro en die werd toen rond de 400, 430 euro. Ja. En die wat oudere, die werd zo rond de 330. En toen dacht ik, ja man, fuck that. Ik wil de Pro. Ja, die werd ook niet goedkoop. En dan komt de 5. Dus nu heb ik zoiets van, oké. Ik heb mijn lesje geleerd. Op het moment dat de PlayStation 5 uitkomt, ga ik niet wachten op een goede. Welke gamma? Welke speel je dan? Shooter. Ik heb Mortal Kombat. Jullie zijn echt oldschool, Mortal Kombat. Oldschool, man. Ik heb het eerste spel die ik kocht was Mortal Kombat. Dat vind ik gewoon button smash. Maar ja, weet je wel. Ik kreeg de Division van Frisco. En toen zijn we samen gaan knallen. Dat schiet ook, hè? Ja, vond ik super vet. Wat is dat? De Division, dan ga je samen de straten op en dan gewoon schieten. Dat was dope. Oh, dat is Tommy Clans. Dat is Rainbow Six. Ja, mijn broer speelt wel volgens mij die. Ja, ik ben zelf alleen van FIFA. Ik ben niet echt een gamer, maar ik weet wel... FIFA vind ik ook leuk. Ja, maar niet als je tegen mij speelt. Nee. Dus voor mensen die ooit willen. Nu wil ik even op camera. Eerlijk vaak. Met de gun aan zijn hoofd. Hè? Zeg niet wat je wil zeggen. Maar als jij... Wat grappig is, hij sloopt iedereen. En dan ik speel heel af en toe. Ja, maar hij... Sloopt hem. En dat betekent friendship. Friendship. Just als jij over geld spelen dan. Dat is goed, jongen. Als jij tegen mij Mortal Kombat wilt spelen, dan ga je tegen jouw FIFA. Want niemand wint van mij met Mortal Kombat. Ik ben de hinderlijkste dude met Mortal Kombat. Jij deed alleen maar die punch. Mensen haten mij. Ik geef jou een low kick, trap je op de grond. En daarna geef ik je nog een paar punches. En dan op het moment dat jij opstaat, dan ga je gelijk... Bro, je weet niet. Ga dan in de grond, hè. Ik ben Scorpion, hè. Kom hier wel uit. Get over here. Maar ik speel altijd met Scorpion. En geloof mij, op het moment dat jij... Je bent nog niet eens opgestaan en je ligt alweer... En mensen haten... Mensen haten boy in freezer, man. Sub-Zero ben ik dan. En als hij denkt dat hij door heeft hoe hij mij kan blokken, dan gooi ik een andere combo op hem. Ik speel die Gimma nooit. Kom maar. En dan denkt hij, oh shit man, welke combo gaat hij nou mee komen? En dan heeft hij de hele tijd mis. En ondertussen is er geen tijd meer. Is flawless victory. En ik dacht... Ja? Yeah? Really? Maat, niemand wint voor mij. Really? En, oké, is overdreven. echt, tot nu toe, in mijn vriendenkring, niemand die iedereen haalt. En Tekken. En toen dacht ik, hey, check dan. En toen had ik Mortal Kombat 11 gekocht. En ik zag van, wow, ik had hem laatst bij Frisco gespeeld, op een verjaardagsfeestje. En niemand heeft van mij gewonnen. Ik heb iedereen kapot gemaakt ik ga hem nou kopen en dan ga ik online gamen, want ik ben goed. Ik kwam tegen die Chinezen. Maar toen ging ik online spelen, toen werd ik door iedereen gesloopt. Maar nu heb ik ook alweer mijn stripes verdiend online. Okay. Nou win ik de meeste potjes. Ik heb ongeveer een win streak van 50%. Dus dat is online, is dat wel goed. Ja, ik heb ook wel eens online gespeeld, daar vond ik niks aan, joh. Ik heb dat spel nooit meer in mijn PlayStation gedaan. Ja, het is gewoon super waarschijnlijk dik. Mensen die horen zeggen, oh, hij heeft hoezo 50% winstreak is goed.
Nee, Sjol, wat lult die richt die zakjesprijs. Ik ben trots op die 50%. Want in de wetenschap dat ik dacht dat ik goed was en ik ging online spelen en ik kreeg al gelijk billenkoek, ben ik toch wel zo blij dat ik nou gewoon minimaal 50% van alle games win. Ja, sick. Maar PlayStation 5, dus ik weet niet of ik hem meteen ga halen. Wanneer komt dat uit? Als die nieuwe GTA komt, haal ik hem wel. En ik heb Nio 2. Nio 2, dat is zo'n samurai shit. Oh. Dan moet je door, ja, heb ik ook op aanraden van Frisco. En, ik wist niet dat hij zo'n gamer was. Ja man, hij is een sick gamer. Hij heeft iets van 160 of 200 spellen of zo, maar dat gaat nergens over. Ik heb er maar 5 of zo. Ja, ik speel in FIFA, man. En ik heb Star Wars gedownload, wat die PlayStation's hebben, motherfuckers. Ja, die roleplaying games vind ik wel dik om te spelen, maar... Nou, ik zal je vertellen, de reden waarom ik Star Wars heb, is omdat PlayStation echt een stel vieze motherfuckers zijn. En, Sony. Want ik speelde altijd multiplayer Mortal Kombat online. En opeens dacht ik van, hé, hey, na wekenlang niet gespeeld te hebben, dacht ik, hey, ik ga weer even gezellig online potje knokken. Zei ze, je kan alleen maar met een plus-account online spelen. Dus ze hebben me gewoon gedwongen... Om online te kopen? Ja, om online en gewoon een lidmaatschap van wij. Ja, dat moet je ook wel hebben, man. Ja, maar goed, weet je. Ik ben gewoon een oude lul. Je wilt hier de computer spelen, easy. Nee, maat. Sinds wanneer moet je... Oké, ja, daarom... Het is een generatieding. Maar vroeger speelde je alles online gewoon for free, weet je. Ja, nee, maar Xbox was ook altijd gratis. Ik weet niet of dat nou nog is. Ja, en daarom... Ik ben pas weer in oktober gaan gamen door Frisco. Maar ik ben gewend, ook met die PC-games die ik vroeger speelde... Dat je gewoon online met je accountje ergens kon inloggen en dan kon je spelen. En nu moet je dus gewoon een abonnement afsluiten. Ja. En ik hoor dus dat je... dat ze dadelijk gewoon... Vroeger kocht je dus ook gewoon je spellen, toch? Ja. Nu ook, maar ze willen... Maar je hebt maar één deel. Je moet nog een deel kopen online. Je moet dit deel kopen om dat deel te spelen. Daarom, ze zijn dan weer overal geld uit je aan het kopen, maat. En voor je het weet, daar willen ze heen, hoorde ik. Ook ergens in een podcast. Dat je dadelijk niet eens meer spellen hoeft te kopen. Alle spellen zijn gewoon gratis down te loaden. En dan heb je gewoon van die online buy-ins, weet je wel. Volgens mij is het met Fortnite er ook. Die is gratis. Ja, die is gratis. Doordat je zo'n gekke skin en zo aan wil. Dat is het hem. Daar verdienen ze echt gewoon superveel geld mee, hè? Ja, maar het is wel slim. Ja, het is wel slim. Maar dadelijk... Je kan tot een bepaald limiet spelen, zeg. Maar op telefoons toch ook, die gamma. Dat wil ik zeggen. Daar heb je toch ook met telefoons, weet je wel. Dan download je een spelletje. Maar wil je kunnen winnen? Daar komt het op neer. Ah, zeg al. Wil je kunnen winnen? Dan moet je al die diamonds er al. Ja, ja. Hij is zo'n persoon die dan... Ja! En dan koopt hij dat. Ja! Hé, hey. En dan, wat je dan krijgt, dan koop je voor $100... $100 aan gems en gold. En dan vergeet je wachtwoord. En dat is... En dan heb je nog gewoon... Dan heb je gewoon nog niks, hè. Dan heb je gewoon een maand... Weet je, als je dat niet zou kopen, dan zou je door een maandje te spelen... Ja. Zou je al die... Zou je dat al lang... Ja, ik was aan het strijden. Ik ook. Ja. Ik heb een tijdje... Maar ik heb hij had mij binnen een week ingehaald. Toen dacht ik ook, ja, dat kan niet. Ik had daarna iets gekocht. Maar ik vond het wel dik om bij hem te kijken. Maar het mooiste is nog... Dat je het ook gewoon daarna niet meer speelt. Ja. Ja. Dus, ja. Zie je? En allemaal cash aan uitgespend. Vroeger kocht je een spelletje voor 10 of 20 euro... als je geluk had gewoon in de... Als het een aanbieding was. Yeah. En nu heb je voor 20 euro heb je niet een paar credits. Nee, joh. Dat is toch niet te geloven? Nee, is echt kapot duur. Dus ja, ik... Gamen, man. Ja. Ik krijg bijna niks meer aan gamen. Ik ook. Ja, FIFA alleen, dan af en toe in de studio, FIFA. Zeg maar. FIFA was mensen een beetje... Combat lijkt me wel leuk om eens een keertje op te spelen. Moeilijk, man. Ik zou je vertellen. Dat is echt combo's, hè? Jij gaat het niet leuk vinden. Nee, want er zitten zieke combo's in. Als je dat niet weet, zit je gewoon Rainbow zo heten te doen. Gewoon zo over die knopjes te gaan. Dan werkt het niet. Maar je moet echt... Nee, je moet echt... Ja, net als Tekken en zo. Tekken? Heb ik vroeger ook al gespeeld, ja. En is er nou geen nieuwe Tekken of zo? Ja, wel Tekken 6 of zo. Ik vond Tekken wel leuk. Maar ik ben echt van de Mortal Kombat. Maar dat komt gewoon vroeger... toen ik nog jong was, toen kwam... de Super Nintendo 16-bit uit. Mm-hmm. En de Sega Mega Drive. Ik had Sega. Ik had ook Sega Mortal Mega Kombat, Drive. Mortal Sonic. Kombat. A, B, A, C, A, B, B.
Dat is de bloodcode. Op het moment dat je die intikte, dan veranderde je scherm en dan zat je gewoon in de bloodcode. Je weet dat Nintendo... Oh, dat is een speciaal level, ja. Die hell, die shit. Nou, en Nintendo mocht geen bloed zien. Weet je, dus had je een Mortal Kombat op de 16-bit, dan had je geen bloed. Weet je wel, dan, maar als je op de Mega Drive had, dan had je initieel had je ook geen bloed of zo. Maar als je die bloodcode intoestte, weet je wel, bij je startscherm of zo, dan kwam je in de blood, dat was de bloodcode. En dan kon je opeens die gruwelijke fatalities uitvoeren, dat je gewoon met Scorpion iemands kop eraf rukte met die ruggengraat eraan bungelend. Weet je die shit? Ja, ik was heel klein, maar we hadden wel zeker. We hadden Sonic en Terminator en... Ja man, zeker Mega Drive. Die was met disc, toch? Ja, met zo'n... Ja. Ja, zo die er bovenin zo. Wel, was dat al met die? Dat is toch Nintendo? Zeker was goed zo wel met disc. Nee, volgens mij Sega... Nee, dat was Sega 8-bit volgens mij. Ja, want ik had eentje die met disc. Een zwart kast en zo'n disc. Ja, ik had zo'n ook zo'n zwart kastje met zo'n rond zo, met zo'n spleet erin, weet je wel. Ik had zo'n spleetje. Zo'n rond ding. Nee, zo'n wc-rol. Ik had bijna mee spelen. Ja, bro, ik was ook voetballer. Bro, ik was trots dat ik een Sega Mega Drive had. Ja, geloof het, man. Alle losers, die hadden gewoon een Nintendo. En die hadden geen blad. En ik had gewoon de ABACABB blad. Gewoon pakken. En ik rukte gewoon hoofden eraf en alles. En toen kwam Tekken, maar ja, die had allemaal geen fatalities. Vond ik wel super leuk om met homies te spelen die een PlayStation hadden. Oh, klopt, ja. Maar ik ben gewoon van de Mortal Kombat, weet je. Dat was voor mij altijd de real deal. En vandaag de dag heb je nog steeds Mortal Kombat. En die fatalities van nu, die gaan ook helemaal nergens meer over. Die gaan... Maar ik vind het wel vet als de maak je slow motion allemaal. Die botbreuk en zo ziet. Maar ik ken niet. Ja, zo sick. Ik vind het wel weer leuk dat ze die friendships hebben geïntroduceerd en brutalities. Ken je de friendships niet? In plaats van dat je dan een fatality doet, doe je een friendship. En dan komen ze met een taart en dan ga je samen taarten. Nee, dat is echt dom. Echt dom, dik. Vrolijk muziekje en dan zie je Scorpion of Sub-Series super blij doen. Dat wist ik niet, man. Dat heb ik nooit gezien, man. Iemand met een beer zo dansen, weet ik veel. Dancing beer. Maar dat is dus de Libby nu. Dus gewoon studio, af en toe gamen, kinderen, familie. Ja, whatever man. Weet je, het is mooi dat heel veel mensen die ouder worden en een gezinnetje krijgen en zo, die hebben het gevoel dat ze niks meer kunnen of zo. Denk ik, ik weet niet, maar ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, ik kan niet meer. Ik heb 2 kinderen. Ik ben volwassen. Ja, dat is als je dat zo in je hoofd stopt, ja. Ik ben volwassen. Ja. Ik moet morgen weer werken. Ja. Weet je wel? Als ik zin heb om muziek te maken, dan maak ik muziek. Als ik zin heb om even met iemand een drankje te doen, dan doe ik een drankje. En tuurlijk heb ik gewoon aandacht voor mijn kids. En moet je er gewoon voor zorgen dat het thuis allemaal gewoon goed loopt, weet je wel? Alleen, dat betekent op het moment dat je kids hebt en een relatie hebt en weet ik veel, getrouwd bent of wat dan ook, dat betekent toch niet dat... Dat je opeens niks meer kan. Dat je niet meer vrij mag zijn. Tuurlijk man. Ik doe het enige wat ik plan is mijn werk. Mijn werk is het enige wat volgens agenda loopt. En buiten mijn werk doe ik bijna niks op afspraak. Alles moet gewoon lekker... Alleen deze podcast op afspraak. ja, maar dat lachen jullie. Weet je wel? Als je mij vandaag had gebeld, zei van... Hey, yo man, kun jij dadelijk om 3 uur... Dan kon het ook. Dan kon het of dan kon ja, het niet. Ja, 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 ja. Ja, zo leef ik, weet je wel. Wat doe je hier straks? Kan het of kan het niet? Vaak kan het en vaak kan het ook niet. Ja, ik snap al wat je bedoelt, ja. Zo leef ik, man. En in het weekend dan wil ik ook gewoon chillen. Dus meestal maak ik in het weekend... En muziek, maar het komt ook wel eens voor dat ik gewoon iets anders ga doen of zo. Ja. Dus alles staat altijd gewoon open. Behalve dat ik overdag werk, weet je wel. En 's nachts slaap. En wanneer is het tijd voor sport? Ja, dat is een goede vraag. Hij is sport. zeg je dat nou gewoon omdat ik een dikke buik heb, jongen? Hoezo, dat zie je niet. We hebben precies die camera zo gedaan dat je al onze buiken niet ziet. Ik heb sixpack. Ja, de camera ziet mijn buik niet, maar jij wel. Zeg je dat nou gewoon omdat je ziet dat ik een dikke buik heb? Ja, dat is een goede tijd voor sport. Ik moet wel sporten, ja. Ja, is dat nodig? Ja. Gewoon voor jezelf om te... Nou ja, ik bedoel voor mezelf. Heb je vroeger sporten zo gedaan?
Ja, toen ik klein was heb ik taekwondo gedaan. Oh ja, oh, judo. Dit, en hapkido. En eventjes Pencak Silat of zo. Zo'n Indonesische. En dat was het, maar toen was ik klein. En toen... ja, want jij bent ook Indonesisch, ja? Ja, ik ben half Indo. Ik ook, maar je zit... Oh ja? Zie. Zie. En dan Spaans, ja. Nee, ik ben gewoon... mij noemen ze Blindo. Ze zijn blanke Indo. Oké, mij noemen ze Spindo. Spaanse Indo. Ja, ja, jij bent dan meer, ja, ja. Ja, ik ben half Canarisch. Mijn familie van mijn vaders kant en mijn pa, die wonen allemaal op Tenerife. Oké, okay, nice. Ja, dus, vakantie. Ja, maar een goede locatie. Gewoon, dat is wel super chill daar. En mijn moeders kant van de familie komt uit Indonesië. Ja, bij mij ook mijn moeders kant. Mijn vader Nederlands. Ja. Ja. Ja, lekker makkan makkan, man. Ja, makkan makkan. Ja, lekker, lekker. Adosa deze, hè. Ado. Kan niet, hè. Loh. Al, soda. Soda deze. Ja, ik kan niet zoveel van die woordjes. Mijn neef en zo wel, maar ik ben... mijn moeder is heel erg Nederlands ook gewoon. Dus, dat ken ik wel. Je hebt, dat is wel grappig, want als je dan kijkt naar die generatie... Ik kan alleen maar scheld worden en zo van die dingen. Nee, je hebt heel veel. Je hebt die eerste generatie Indo's die naar Nederland kwamen. En die hebben nog zo'n accent. Hè? Accent. Ja, zo'n accent wordt er zo. Maar hey, Jan, oh, Jan, meer eten jij. Je bent zo skinny. Je bent zo skinny hier. Alleen de kinderen daarvan die dan in Nederland zijn opgegroeid. Die zijn vaak gewoon, gewoon echt voor Hollands gewoon. Weet je, niks mis mee. Maar ik vind het zonde, weet je wel. Ik zeg je heel eerlijk. Ja. Ik vind wel... dat je toch een soort van een beetje je cultuur moet behouden. In Nederland hebben ze liever dat je integreert. Dat is ook goed, weet je. Je moet ook je weten hoe je hier in deze samenleving gewoon moet functioneren. Maar ik vind ook gewoon dat je... Je weet toch, we zijn Indo's, man. Dan moet je toch een beetje gevoel houden met waar onze opa en oma vandaan komen. Ja, en het eten en zo. En toch ook nog een beetje de taal levend probeert te houden. En dat zie je vaak dat helemaal verwatert. Ja, want ik ken echt wel mensen die ook echt als Indo eruit zien, maar die helemaal niks kunnen. Nee man, die zijn zo wit van binnen als maar zijn kan. Dan kan ik zelfs nog meer dingen. Dan ben ik ook zo'n beetje zo confused. Want ik was wel te trots op. Van een heel mooie cultuur. Ben ook in Indonesië geweest. Ben echt, dat vind ik zo mooi aan veel Molukse vrienden die ik heb. Die hebben tenminste wel nog... die hebben tenminste wel nog die... die houdt wel nog de cultuur en een soort van in stand of zo. Ik denk heel veel Indo's die hebben zich ook altijd al Nederlands gevoeld of zo. Ja, dus dat kunnen we heel goed ik denk dat een beetje aanpassen, zeg maar. Dat worden ze ook wel. Ja, maar volgens mij heeft het een beetje te maken met de geschiedenis en klassensysteem of zo. Want vroeger waren de Nederlanders de hoogste klasse, hè, daar in Indonesië. En dan als Indo zijnde was je half bloedje, dus je was op papier al Nederlands. Maar je was natuurlijk niet vol bloed Nederlander. Hè. Maar ja, weet je wel, iedereen wil natuurlijk wel bij de hoogste klasse horen. Hè. Dus ik denk dat heel veel Indo's daarom... Ja, want half bloed was ook een slechte benaming, zoals ik laatst iets van hem gelezen. Whatever, man. Nee, maar ik was altijd trots, half bloed. Maar ze zeggen dat je dan ben je een half puur bloed of zo. Want dan, mensen maken het allemaal moeilijk. Ja. Mensen maken het allemaal moeilijk, weet je wat je tegenwoordig wel en niet mag zeggen. Ja. Maar ik weet in ieder geval... ik ben gewoon trots op in mijn bloed zitten, wat er allemaal in de geschiedenis. Ja, toch? Ja. Ik vind dat heel belangrijk, man. Ik vind het mooi dat je dat aan had. Ja, je hebt heel veel... wat er is gebeurd is doordat, wat je zegt, door de geschiedenis. Dat heel veel dingen... Ja, wealth distribution, zeg maar, gebeurd is. En dat het wel echt belangrijk is om te weten van waar je vandaan komt, waar die cultuur voor staat. Want vaak de reden waarom mensen daarheen zijn gegaan, is omdat daar de rijkdom zat. En dat was niet per se in alleen maar one. Dat was ook in heel veel kennis en dingen en eten en de cultuur, als in de gedachten en de manier waarop hun het leven begeleden hebben. Dus ze hebben het leven. En dat is denk ik, heel veel wat je hier ziet, is wat je zegt ook gewoon. Ook wat je ook aanhaalde met bijvoorbeeld de mensen hier heel droog kijken naar bepaalde oogkleppen. Dingen met die oogkleppen op. Ja. Weet je wel, dat is iets waar ik denk van ja. Ja, die mensen heb je, weet je. Je hebt natuurlijk ook.
een heleboel mensen die, de, die geen oogklep op hebben, weet je wel. Klopt. En daarom, gelukkig heb je ook nog steeds Indo's, weet je wel. Die wel een soort feeling nog hebben met hun roots en het land waar ze vandaan komen. En zich toch nog... ik ben er één van, weet je wel. Ik ben een halve Indo, halve Spanjaard. Ik spreek geen Indonesisch. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ga er binnenkort naartoe. Ik ken alleen maar de verhalen van mijn opa en oma. Maar de warmte en de liefde en de normen en waarden die ik van huis heb meegekregen, die zijn niet hetzelfde als, bijvoorbeeld bij een traditioneel Nederlands gezin, weet je hoor. Niet dat traditioneel Nederlandse gezinnen dat die geen goede normen en waarden hebben of zo, dat zeg ik niet. Anders, weet je hoor. Ik ga maar naar huis. 6 uur, ga maar naar huis. Ja. Als ik vroeger bij vriendjes aan de deur kwam, we zijn nu aan het eten, kom maar terug. Ja. Dan zeg ik, oké, sorry. Ja. Sorry dat ik om 5 uur aan de deur kwam. Maar dat je bij ons, als je bij ons 5, 6 uur... Eet je mee? Ja. Dan eet kom, je kom, mee. Kom. Ja, ja, weet je ja, okay, en extra opscheppen. Heb je niet goed gekookt? Zijn mijn moeder, ze hebben niet lekker gekookt. Ja, misselijk eten. Ja, en dan was het zo van, hey, kom eten. Nee, ik heb net gegeten. Ah, kom op, je moet eten, je bent zo skinny. Zoveel? Ja. Nog kleiner. Ja, is goed. Zoveel? Hier. Ja. Weet je wel? Dat is bij mijn oma, man. Ik wil niet man. Zeggen dat het bij ons vroeger dan beter was, dat je bij ons kon eten. Nee. Wel kon eten, weet je wel. Maar ik vind het wel gezelliger. Ja, ja, Nederlanders zijn heel erg op zichzelf. Ik vond het gezelliger. Ja. Weet je wel? En dus zijn makkelijk delen, maar ook. Ja, makkelijk. Gezelligheid. Ja. Weet je ook, als bij veel feestjes waar ik vroeger kwam, dan zat je in een kringetje. En dan kreeg je een koekje en een drankje. En dan zat je daar in een kringetje. Ja. Hè? En ik wil niet zeggen dat het overal zo gaat. Het Hollands feestje? Ja, bijvoorbeeld. Ik wil kaas en augurk. Ja, en dan zelfs in een kringetje of zo, weet je wel. En ik ben op heel veel Nederlandse feesten. Ik eet die gewoon hoor, daar ik ben ook op een hele gezellige Nederlandse feestje geweest. Maar, ja, maar ik ben wel eens. Ik heb dat nog nooit meegemaakt bij Indo's, dat ik gewoon in een kringetje terecht kwam waar we een koekje en een drankje kregen. En dat we daarmee moesten doen op een verjaardagsfeestje, weet je wel. Dus een manier waarop wij feestjes vieren. Niet stijf, muziek aan, dansen, lachen, vreten, drinken. En er is heel veel over, dus mensen moeten mee naar huis, denk ik. Ja, dat is een stukje, weet ik veel, cultuur of zo, van gewoonte, van huis uit, die ik leuk vind, weet je wel, en wil behouden. En ook weer mee wil geven aan mijn kids, weet je. Dus weet je, dat vind ik gewoon leuk, man. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Ik heb wel meer een connectie met die kant ook, het warme en zo. Ja. Ook met mijn familie ook. En die spekkoek en die rang en die smoor. Ik heet altijd gewoon lemper. Ik weet nog dat ik een maatje had. En als ik daar dan aan de deur kwam, en dan werd ik 9 van de 10 keer weggestuurd, omdat ze dan aan het eten waren. Niet dat ik daar elke dag aan de deur kwam, maar ja, soms ging zoals vroeger eten of later, weet je wel. En dan maar 1 op de 10, dan mocht ik aanschuiven. Oké, weet je wel, je mag aanschuiven. Maar Fransje... Dat betekent wel dat jij je aardappels en je vleesje moet delen met Richt. Oké. Dat denk ik wel zo. Ja. En nou weet ik dus, dat bij heel veel gezinnen schijnbaar, weet je wel. Misschien is het gewoon stereotypen of vooroordelen. Zo. Ja, maar het grappige is... Maar dat ze zeggen dat heel veel Nederlandse gezinnen hun aardappels en hun voedsel tellen voordat ze het klaarmaken. Ja. 2 aardappels voor jou. Ja. 2 aardappels voor Henkie. Ja. 1 vleesje voor... En bij ons is het gewoon... Wat past in de pan? Ja. Vandaag grotere pan. en dan weet je, dan eet je daar vandaag van, of morgen. Ja. En als je dan nog over hebt, dan geef je het weg. Hier, moet op. Die cultuurverschillen zijn er heel veel wel. Dus dat vind ik dan wel leuk. Vind ik wel mooi. Ja. Ja, jongen. Wil je nog iets weten? Wil je iets van ons weten? Van jullie? Oh.
Oh, of er misschien iemand, of jij misschien iemand weet die wij kunnen uitnodigen. Nee, niet per se weet. Maar of je zoiets hebt van, dat, die heb ik nog niet gezien. Gewoon puur in een podcast. Of misschien wel gezien, zou je meer van willen weten. Die wij zouden moeten uitnodigen. Mogen uitnodigen. Moet helemaal niks. Nou, sowieso vind ik het wel vet dat Duncan even langskomt om met jullie een gesprek te voeren. Dat wordt volgens mij wel gezellig en interessant. Ja, dat is wel een podcast die ik terug wil zien. Ja, hij gaat op, waarom is deze podcast? Ja. Huh? Wat is de bedoeling van deze podcast? Wat willen jullie ermee bereiken? Ophouden. En wat moet het maar opleveren? Dat kunnen we een deel houden eruit. We stoppen hier alles uit. Inspirerend. Ja, bro, Duncan is mijn broeder, man. Ja, ik heb ook wel veel respect voor Ja, man, Duncan. Ik heb hem leren kennen, zo via Michael, via Dennis, zo via hier allemaal. Maar wat ik heb gezien, altijd... Ja, via Michael. Ja, man. Maar jij ging ook al, ging lessen bij hem en zo. Dit. Ik hoorde heel veel verhalen altijd. En toen kwam hij... De eerste keer dat ik hem zag, dacht ik... Wie is deze guy, man? Hij doet gewoon net als ons, toen wij praten. We gingen met hem pingpongen en toen zo allemaal... Kijk, gek allemaal. Was allemaal, dacht ik... Hij is toch kapot serieus? En toen zag ik hem een keer heel serieus. Toen dacht ik, oh, oké, uit. Ja, weet je, ik bedoel... Duncan is gewoon Duncan, man. En er zijn mensen die daar misschien moeite mee hebben. Want Duncan is wel echt een persoonlijkheid. Ja. Maar ik hou ervan. Ja, man. Weet je wel, wat dat betreft doet hij zijn ding. En is het een harde werker. Ja. En ik ken niemand. En dat is niet om Duncan veren in zijn reet te steken of zo. Maar in mijn vriendenkring ken ik niemand die harder dan hij werkt, weet je wel. Mm. Die gast, he's on it, man. Hij is een echte strijder. Ja, nee, maar daar, dat heb ik ook wel gezien. Ja, en daarom... Snapte, dus ik ben wel benieuwd naar het podcast van... Dik, man. Heb je hem al gevraagd eigenlijk? Nee, dat gaan we nou toch doen. Wil ik zeggen. Ja, wij durfden ten eerste niet echt, want ja, precies, wij zeggen echt van... Ah man, jullie hebben mijn kinderen, doe allemaal. Ja. Godverdomme man. Die met al die speelgoed. Join the motion. Als je die... Hey, oh, wie is dat? MG Culture with that heat. Like and subscribe. Yes, I do. In ieder geval. Ja, maar... In ieder geval. Zwaar bedankt dat je... Ja, ik hoop in ieder geval dat ik niemand heb beledigd of zo. Fuck dat. Ik hoop dat... Nee man, we hebben gewoon een keertje op praat. We kunnen dat nu nog even snel doen. Ik hoop dat Nederlanders niet boos zijn op mij omdat ik grapjes maak over aardappels. En omdat je dat ik mee heb gemaakt dat je om 5 niet mag komen eten. Zo. Ik hoop dat ik daar dat is allemaal iemand mee op de tenen heb getrapt. Ja. Weet je wel? Hoop je dat echt? En voor de rest, fuck it. Nee man, nee grapje. Goed man. Ja. Hartstikke bedankt. Dank jullie allemaal voor het kijken. Like, subscribe. MG Culture. Zie ook Richt. R-I-G-T. Ja, jullie gaan het zien in de description. Ja, check it. Love. For that bitch.